mensen vandaag ga ik reageren op haatreacties. Sommigen zeggen, je bent heel dik. Dat is ongezond voor je. Ik weet dat het ongezond is. En de volgende, ze schrijven ook allemaal, je bent hoerendijk. Ik hoop dat je kanker krijgt. Wil je dus dat je kanker krijgt? Oké dan. Was die grap? Ik ga niet dood voor jou. Gaan we beginnen met de haatreacties. Oké, dan de eerste reactie, de haatreactie is van Laura French. Die heeft geschreven, je bent kei dik, ga op dieet, please. Want zo dik is niet goed. Zenne, wat is zenne? Zenne, wat is zenne? Leer eerst schrijven en dan kan je pas reageren. En de volgende haatreactie is... Pikachu. Ze heeft geschreven, sorry dat ik dit zeg, maar dit is ook niet goed. Je moet wel als editen en camera kopen. Camera kopen? Ik heb al een camera. En de volgende reactie is van Donut Girl. Wat een rare naam. Ze schrijft, je lijkt op een varken. Lijkt op een varken? Sorry, maar zie je mij niet? Ik ben een mens. Hè. Ik heb een tong, ik heb tanden, ik heb een neus, ik heb ogen, ik heb wenkbrauwen, ik heb haren, ik heb oren. Dat heeft een dier ook, maar zie je dat ik een varken ben? Heb ik zo'n grote neus? Nee, dus. Die wil gewoon mij gek maken. En de volgende reactie is van Halle Wiggers. Ze schrijft, Ariana rustig. Ariana. Ben ik Ariana Grande? Oh my god, ben ik Ariana? Oh, stop het. Ik ben toch niet Ariana Grande? Waarom? Zie je dat ik lange haren heb? Nee. Nee. En de volgende reactie is van Robin Romee de Raaf. Ze heeft geschreven, je zei toch dat je ging stoppen met YouTube? Als je het niet weet, kijk dan terug naar je video's. Je zei op 29 januari dat je ging stoppen. En nu is het 6 augustus. Niks om te zeggen. Toch wel, misschien wil ik terug beginnen. Mag dat niet? En de volgende reactie is van de andere... Oh my god, what the fuck? Wat voor naam heb jij? De carfotografer Dylan. Ze heeft geschreven, jij gaat zo dik worden. Dik worden? Ik ben... Oké. Dan ga ik naar de volgende haatreactie. En... Dat is geen haatreactie. Je hebt het heel goed geschreven. Een shout-out naar u. Lijste gamers. Een shout-out naar u, want die heeft geschreven, jongens, stop met haten. Hij doet gewoon zijn ding. Wat hij leuk vindt, dat is gewoon pesten. Kap er mee. Lijste gamers. Een shout-out naar u. Speciaal. En dan gaan we nu naar de echte haatreactie. En de volgende haatreactie is van Loris Afdiu. Zeg, dikzak hond. Hond? Ben ik een hond? Ze zeggen dat ik op een varken lijk. Ze zeggen dat ik op een hond lijk. Ze zeggen dat ik op dit lijk, op dit, op dat. Wat ben ik nu? Wat ben ik het nu? De volgende haatreactie. En de andere haatreactie is van Brent Nuland. Het is niet zo'n haatreactie, maar het komt wel verkeerd over. Ze schrijft, jij hebt nog een heel raar bed. Dank je. En je mengt met je vinger. Ja, misschien vind ik het leuk om met mijn vinger in dat slijm te gaan. Met zandjes.
ben je. Ja, misschien wil ik in dat prut met mijn hand gaan. Mag dat niet? En de volgende reactie haatreactie is van Melis Çelik. Dat is een Turkse zeker, ik weet het al van zijn naam. Waarom maak je slijm op de grond en je roert het ook nog met je vinger? Ik wil met mijn vinger roeren, mag dat niet? En de volgende, dus per se geen haatreactie. Ze heeft geschreven, Hans de Grote schrijft stiekem, ik zou het vertellen. Het is toch stiekem, waarom moet ik het dan vertellen als het stiekem is? En de volgende reactie is van Maddie Stoevenbelt. Ze heeft geschreven, je mag wel wat afvallen. Oké. Ik heb geen andere haatreactie meer. Dat was dan mijn haatreactievideo. Ik hoop dat jullie geen haatreactie meer schrijven. Dag!